Yo guys, Gletsch hier, vandaag een nieuwe video. En vandaag spelen we Counter-Strike Global Offensive. Zoals gewoonlijk ben ik weer een potje gezoind dat 10 jaar bezig is. Dus dan spelen we ook maar gewoon het potje dat 10 jaar bezig is. We zitten er nu toch in. Dus ik ben hier met een P90 en de bedoeling is dat ik iedereen rek met een P90. En zoals je dan de titel lazen, staat er in de titel waarom Trump beter kan uitdraaien als Hillary. En ik weet gewoon nu al dat ik zoveel mensen heb getriggerd. Laat ik even zeggen voordat ik de video begin. Ik ben niet voor Trump, maar ik ben ook niet voor Hillary. Ik ben voor Bernie. Bernie had echt moeten winnen. Maar het is nu zo, Trump is president geworden. Dus ja, deal with it dat hij de president is geworden. We kunnen er toch niks meer aan veranderen. En de laatste tijd zie ik echt mensen zoveel debiele dingen op Facebook zetten. Zoals toen dat Trump net was verkozen, zei iemand op Facebook Hitler V2.0. What the fuck? Of mensen doen gewoon zo heel de tijd te zeggen op Facebook fuck Trump, fuck dit, fuck al ja. Oké, laten we eerlijk zijn. Trump is een racist, een seksist en noem maar op. Maar je moet hem een kans geven, want hij is tenslotte de nieuwe president en ja, je kunt er gewoon niks aan veranderen. Als je voor Trump stemde, dan stemde je voor verandering. Als je voor Hillary stemde, was er gewoon niks van verandering. Geen verandering is positief of negatief, maar verandering kan negatief of positief zijn. En dat die verandering van Trump positief of negatief gaat zijn, dat gaan we nog moeten zien. Dat zullen we over een paar jaartjes weten zeggen. Maar dan zijn er van die stomme mensen die hem niet eens de kans geven. What the fuck? Die hem niet eens de kans geven om gewoon even president te zijn. Dat was trouwens echt een lekkere headshot. En oké, het zou misschien wel leuk geweest zijn als Clinton het glazen plafond had gebroken. En ik kan niet zeggen dat Hillary iemand slecht is ofzo. Hetgeen is gewoon waar ik niet tegen kan, is dat Trump heel altijd in zwart wordt gezet. Terwijl dat... ja, Hillary evenveel dinges in het zwart heeft, zeg maar. Als Hillary president zou geworden zijn, dan zouden de banden met Rusland en Amerika echt wel niet verbeterd zijn. En misschien zelfs slecht uitdraaien. En mensen denken van, oh my god, Wereldoorlog 3, bla 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 bla. En ik kon nogmaals zeggen, ik klink echt alsof dat ik voor Trump ben, maar... ze hebben allebei wel positieve en negatieve kanten. En dat vergeten sommige mensen ook wel eens. Sommige mensen baseren zich veel te veel op wat de media zegt. En de media maakt vooral Trump zwart. Trump baseert zich op de angsten van de Amerikanen. Of ja, hoe moet ik het zeggen? Irritaties van de Amerikanen. En dat is gewoon heel slim van Trump om zich te baseren op de irritaties en de angsten van de Amerikanen. Daarom zegt hij ook dat hij een... muur wil bouwen, zodat hij alle Mexicanen wil buiten houden. Voor de mensen die denken dat die muur er echt gaat komen, die muur gaat er niet komen, geloof mij. Er is nog een heel senaat die erover moet beslissen. Genoeg gezeverd over Trump en die verkiezingen en al die bullshit. We zouden misschien beter wat meer interesseren in onze eigen verkiezingen. Wat is de conclusie? Geef Trump gewoon een kans en Hillary en Trump zijn allebei even slecht. Dus laten we nu overgaan naar de leuke video. Het is echt zo'n leuke, niet leuke... oh, laat me alsjeblieft nooit een teamleader hebben. Oh my god. Nee. Allee jongen. Oké, even terug naar de leuke video. Ik had zoals vorige keer weer een tijdje niet geüpload voor de 9e aflevering van Outlast. Dat komt gewoon om, ja, omdat ik gewoon... druk leven heb gekend het wel. Ik kan niet weer al een comeback video maken, want zo wordt elke video een comeback video. En ja, dat is ook niet de bedoeling. Maar nu moet ik serieus wel gaan spelen. Ik ben echt wel aan het sukken vandaag eigenlijk. Besef ik mij nu pas. We beginnen ook in ons spawn te komen. Worst aim ever. Oh my god. Ik ga proberen om een comeback te maken. Dankjewel. Jij nu mag het wel sneller gaan. Pak hem. Oh my god, en dan wordt mijn kill afgepakt. Ik schoot eigenlijk gewoon heel mis, whoops. Ik heb hier al die teamleader. Oh, ja, kijk, ik ben echt mijn dikke opmars aan het maken ofzo. What the fuck, nu word ik weer al gekilled. Dat is niet leuk. Oh, en ik ben ineens teamleader. Oh, ik kan echt niet spelen met het P200. Ja, ze weten dat ik langs hier kom. Oh, lekker. Oh, nog eentje. Oh, fuck, langs alle kanten. Ja, dat is een penetratie, dat is niet meer eerlijk. Kijk trouwens mijn mooie dubbel Baretta skin. Dat is een blauwe skin, maar ik vind hem echt wel mooi. Oh my gast. Ik krijg tyfus eten en nog meer ziektes. Maar iedereen ziet mij omdat ik teamleader ben. En dat is eigenlijk best wel lastig. Oh! Ik
heb gewonnen, bitch. Oh, sorry, Deb. Dat is passie. Dat moet ik niet meer doen. Dat is uit. Maar ik denk dat dit echt wel een heel mooi moment is om de video af. Ik heb ook de meeste... Ah, nee. Van mijn team. Ik heb ook de meeste kills. Ik ga deze video afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer meer. En ik zeg... Ciao. Go idiot. Where? No. Hey, stond het met die bot, gaat dat wel goed, hè? Ja, zien dat die gast weg is, zijn we aan het winnen. Oh ja, beter aan het gaan. Green quiet. Oh fuck. Een heel spassische reactie incoming. Nee! 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 Ik was maar niet geflasht! Oh my god! Dat is een scope! Nee! Fuck my keyboard. Wait, oh, nee!